Ik vlog weer. Heel even, maar alleen tijdens de feestdagen. Dat heette kerstvlogs. De kerst. Vind je dat leuk? Ja. Ja? Ja. Ga je kijken? Ja. Yeah. Hi, ik vlog weer, Len. Alleen tijdens de kerst. Kerstvlogs. Oh. Jij moet gelijk. Tijdens de feestdagen. Okay. Alleen ik vlog weer. Alleen tijdens de feestdagen. Ga je kijken? Ja, altijd. Kai wil zijn muts niet op. Nee, dat doe ik echt passioneel. Het is echt leuk, Kai. Dat is echt mooi. Nee, dat vind ik leuk. Ja, goedemorgen. Welkom in een nieuwe week. Ik vlog weer. Maar niet zoals je dacht. Ik doe aan vlogmas. Dit is zo'n stom woord. Vlogmas. Gewoon holiday vlogs. Dus we beginnen nu. Pakken we een beetje Sinterklaas. Pakken we een beetje kerst. Beetje oud en nieuw. Met de feestdagen vind ik het wel echt heel leuk. En ik krijg soms berichten van mensen. Van ik vind het zo jammer dat je niet meer vlogt. Dus win-win. Ik kan weer even vlogs maken. En jij kan weer even vlogs kijken. Nou, hè? We gaan nu deze dag beginnen. Nee. Ik heb echt super slecht slapen. Echt, echt met slecht. Dan ga ik de koffie drinken. Ik ben net ziek geweest, kijk. Dimma, dit is mijn koffie. En dan doe ik nog wat heet water bij, hè? Een Americanootje. Zo jongens, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag naar filmen in Amsterdam en dan gaan we lekker kijken. Ja, we gaan naar Vogelvlucht. En daar is Edie. Hallo. Oké, we gaan naar Pathé Arena en zien jullie daar. Vogelvlucht. Kijk, daar gaat ze hoor. Jut en Jul. Wilden jullie geen schmink? Nee, zijn jullie alweer te cool voor? Ja. Nee, het is niet. Het is niet. Is het leuk toch? Ja, maar het is niet saai. Maar je moet telkens douchen. Oh ja, om het weg te krijgen. Ja, oké. Okay. Om het weg te krijgen. Dan moet ik heel mijn haren wassen. Gezicht wassen en dat is saai. En dat doe je dan weer. En dat doe je dan weer uren. Veel plezier. Dankjewel. Vond je het leuk? Ja! Okay. Is het een aanrader? Aanrader wat? Zo van, zou je tegen iemand anders zeggen, ja, deze film moet je echt zien of die moet je niet? Ja, ja, ja. Wel. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet hoor. Dit thuis. Met muziekje. Hey Lenny. En deze had vroeg voetbal, dus ik ga proberen hem wakker te krijgen. Kom op, het is bijna kerst, we gaan de boom doen. Nu? Nou, dat duurt heel lang, we moeten eerst de woonkamer verbouwen. Nu pas! Ja, dat werkte wel, hè? Het was zo koud op het veld. Ja, dat weet ik. Dat is echt erg. Kom maar, Dave is ook al actief. Zelfs Dave is niet aan het slapen. Ja. De kerstlijst! We gaan het huis ombouwen, omtoveren. Zodat de boom kan staan, omdat de boom heel erg groot is. Woonkamer wordt de eetkamer. En de eetkamer wordt de woonkamer. Dus het wordt de grote switcheroo. Die gaat niet zo goed meer. Nee, die is... Nee, maar dat komt goed. Net als deze. Ja? Ja, die was ook zo aan toe. Kijk, dit is het bankje uit mijn kantoor. Die gaat straks die hoek in. Dit stukje van de bank gaat daar naartoe. En dan komt dit stukje van de bank in mijn kantoor. Je gaat hierin niet in lopen klussen, hè? Ik ga even joggingpakje. Hé, hey, je hebt hetzelfde aan. Nee, je moet alleen iets duizend doen. Niet. Ik weet niet wat het moet. Kattenplukkie, satisfying. De bank is verkleind. Nu de salontafel die kant op. Hey, we zijn klaar.
Kijk. Chillspot. En morgen een boom. Die is nu, dat zie je allemaal niet, joh. Nee, maar daar komt hij. Dave ligt al op de boom. Dave heeft er zin in. Hey Dave. Kijk, die stam, die staat er al. Stam. Het is een stam. We gaan naar een feestje van de buurman. Dat is echt zo chill. Want dat is hier naast de Alain. Dat zijn de feestjes. Dat je gewoon naar huis kunt rollen. Nu letterlijk kruipen naar huis. Ja. Hele rare. Oeh, van onder gaat het niet goed. Die sokken, toch? Nee, het is, nee. Moet ik laarsjes aan of zo? Oh, nee. Maar wat doe ik dan verkeerd? Ik doe iets verkeerd. Ga jij op je slippers? Echt. Met de buren. Altijd op mijn slippers in de buren. Ja, dus dit tip ik aan. Een pet, want ik moest mijn haar wassen. Dus ik moet even het een en ander maskeren. Een toppie van Naked. Een legging van H&M. En ja, dit is dus wel een beetje schoffie, hè? We out. Die taille zit helemaal hier. Terwijl mijn taille zit eigenlijk hier. Laat maar. Is er geen cadeauverpakking? Nee, dat vertel ik aan de kijker. Oh. Wat is het dan? Het is een lekkere Schotse single malt scotch. Scottish whisky. Oh, whisky. Moeten we het inpakken dan? Dat doe je ding. Of een strik. Ik had zo'n strik nog. Ja, toch? Ja, ik dacht ook. Je hebt wel stickertjes, strikjes. Hier waren mijn stickertjes. Ik heb wel een leuke kaart. Kijk, ik ben nu een kloffie bij Joya. Ja, dankjewel. Doeg. Hoi. Oh, ik ben weer fris hoor. Masuma heeft ook mijn snor gedaan. Oh, die was echt groot. Puntawai, Puntawani Jimmy. Yo, het is avond. Ik ga eten met mijn nicht, Crystal, bij de Hoeksten. Even de outfit. Het colletje is van, is cropped. Cropped col. Die is van H&M. Mijn blazer is van Sandro. Hij is oversized, maar toch ook weer niet. Ik vind dat hij best wel mooi valt eigenlijk. Kan je dat zien? Zo heel zwart. Heel die mouwen. Zijn wel lekker lang. Maar hij is hier niet te strak. En de schouder komt ook perfect uit. Dus dit is wel echt een mooie blazer, vind ik. En een soort legging, maar die loopt wat wijder uit. Van de Zara. En dan doe ik daar nog sneakertjes bij aan. Oh, en zie je dit kleurtje zo op de lip? Vind je een hele mooie combi. Ga ik met je delen. Dit is combinatie MAC. Oh, MAC lippotlood. Half red. Heet die half red. Half red. En een NARS lipstick erbij. En dat is Hot Kiss. Moet je Hot Kiss. Zie je? NARS. Doe ik in mijn kantoortje altijd parfum op. Deze nu. Satin Mood. Van Kudijan. Met een kimono jacka erbij. In mijn bag. Kijk, het is echt super foggy. Dan wordt het voorzichtig raden. Het is echt niet een van mijn sterkste punten, hè? De uitgang vinden in een garage. Zo'n loser dan. Die hele garage al gezien. Ik ga proberen om hier naar boven te gaan. Maar kijk, Lloyd stond hier niet bij. Kijk, misschien geen Lloyd. Maar daar staat wel een groot Lloyd. Ik ga kijken. Ja, daar stond een heel groot exit. Heb ik niet gezien. Maar het is dus dit trappetje. Mocht je ooit gaan met de auto, dan weet je nu dat het dit trappetje is. Hey Chris. Hallo. Gaan we los? Lekker eten. Ja, we gaan lekker eten. Dat is wel eens wat een minuutje. Ja, wacht niet zo.
Ik heb zalm en Chris heeft een steak. Lekker. Enjoy, baby. Oh, het gaat zeker. En frietjes. Ja, hè? Het is echt een sexy ruimte hoor, Chris. Kijk, een beetje fozen hoor hier. I would feel like having a drink, you know. What is it? So it is clerical. You didn't know. We have a margarita and an old Cuban. Hey, cheers, Chris. Als je dus een keer een leuke spot zoekt, de Hoxton is al echt een aanrader, toch, Chris? Yes. We hebben het echt leuk gehad. Hoxton Lloyd Hotel. In de, ja, waar is het? Dit is niet KNSM-eiland, hè? Nee, het is Noord. Noord voorbij Centraal. Ja, de handelskade. Oostelijke handelskade. Ja, oostelijke handelskade. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik ben op weg naar een event van Friends of the Brand. En dit, deze editie heet de Christmas Gift Suite. Dus daar moest ik heen, snap je? Ik als kerstfan. Dus ik ben heel benieuwd. Het zijn allemaal merken. En volgens mij kan je dan een soort van speed daten met die merken. Ik sta nu op de A10. Of ik rij bijna de A10 op. En ik heb dit gekke file om zelf door de wisselstrook. Oh, dat is zo satisfying, hè? Dan rij je gewoon zo langs die stilstaande auto's. Dat is wel een kick, hoor. Kan ik je vertellen. Ja. Dus ik ga parkeren in Amsterdam, mensen. Ja, pak je portemonnee dan maar, hè. Byzantium. Een hoerengarage zit, zeg. Ik moet even zo eruit. Dit was al de 17e plek, hè. Dat zijn hele smalle plekjes. En daar betaal je dan 1000 euro voor. Maar kijk, hier heb ik de ruimte wel. Kijk eens wie ik tegenkwam. Hanna. Good morning. Ben je waas? Nee, je bent scherp. Ik ben goed. Ik ben scherp. Ik ben nog niet echt scherp, want ik ben heel vroeg. Het is eigenlijk basically een netwerkevent. Ja, en dan low pressure. Met een laag glitter. Ja. Dat willen we. En dat willen we altijd. Kijk, dit logo alleen al. Brings back memories. We zijn nu bij Moody's en dat is ondergoed voor wanneer jij op stap bent. Deze ga ik proberen. En ik gebruik het dan, want ik menstrueer heel erg veel, dus ik gebruik hem als tweede laag. Als je bij Friends of the Brand weggaat, krijg je een 9 Moody bag. Deze is heel zwaar. Ik ga een paar dingetjes met je uitpakken. Camel Club. Helemaal leuk ingepakt. Oh. Leuke kleurtjes, kijk. Speciaal voor jou en alle Camel lovers 15% korting op alles in de webshop. Friends of the Brands, FOTB15. Code, als je kaarsjes wil bestellen. Dit is niet echt spon, ik krijg er niet voor betaald. Het is meer van gifted. Dit is Elastiek Amsterdam. Oh, leuk blousie. Gelijk aandoen eventjes, wel geinig. Tot de gathering. Het is lang geleden dat ik een panterprintje aan had. Oh ja, hier ben ik heel benieuwd naar. Een cameraatje van Instax. Kan je dan connecten met je telefoon?
Dit is de lens die je dan op je telefoon moet vastmaken. En dan is dit het printertje. Dan heb je gelijk een fotootje. Flora. Een bandana. Dit is echt kamer opruimen, be like. Dat je dan gelijk alles... Hier, the good roll. Lekker poepen. Ardell lashes. Lashes. En een parfumado. African Hours. Vind ik veelbelovend. Ik ga in de auto leggen, man. Lekker. Ik vind het super leuk om weer even tijdelijk te vloggen. Alleen is het wel een beetje wennen weer. Ik ging editen en ik dacht echt, wow, je hebt echt zoveel verhalen niet afgemaakt. Vergeet ook eens te filmen. Dus ik moet, en ik ben heel verlegen nog. Ik moet toch een beetje inkomen. Het komt helemaal goed. Oké, hartstikke bedankt voor het kijken. En volgende week hoop ik een iets minder verlegen Jamie. Tot dan. Doei. Kijk mijn ogen. Oh.